Goedemorgen mensen, mijn naam is Jack en vandaag gaan wij eigenlijk een hele bijzondere dag. Je moet zo zien, zoals jullie weten, reed ik voor een bedrijf als charter. Alleen nu ben ik uitgehuurd aan een ander bedrijf en daar blijf ik waarschijnlijk vast rijden, maar we zeggen nog niet met de hamer erop slaan. Hè? Maar in ieder geval, bij dit bedrijf heb ik eigenlijk ook al een jaar gereden, een hele lange tijd geleden. Ongeveer 2 jaar, 3 jaar geleden heb ik hier een jaar of langer dan een jaar gereden. Ook als charter eigenlijk wel. Alleen ja, ik bedoel, deze periode geweest dat ik natuurlijk luchtvracht reed. In ieder geval ergens 2 jaar geleden. Toen bij mijn oude bedrijf viel deze klant weg. En toen heb ik toch al heel veel mensen daardoor niet meer kunnen zien eigenlijk. En dat vond ik eigenlijk best wel jammer, omdat het waren natuurlijk wel, ik wil geen zeggen vrienden of maatjes, maar het waren wel gewoon je werkcollega's, om het zo te zeggen. En dan is het toch wel weer heel leuk om na zo'n hele periode terug te komen bij die mensen, om het zo te zeggen. Maar ja, ik ben heel benieuwd, want zoals ik ook al zeg, ik heb nog nooit vrachtwagenwerk gedaan bij hun. En kijk, weet je wat het is? Ik ben niet de moeilijke chauffeur, weet je, echt niet. Maar ja, ik heb al gezegd, aanleveren, dat gaat mij echt te ver, weet je wel. Kijk, ik bedoel, een keer reed je wel, 1 keer in de maand of zo. Daar hoor je me echt niet over klagen, weet je wel. Maar ja, als het echt 1 keer per week wordt of 2 keer per week, ja, dan ga ik me daar gewoon aan opeten. En dan kan ik gewoon open kaart over spelen. Want ik denk dat jullie wel een beetje een beeld vormen bij wat voor persoon ik ben. Ik hou van dat alles heel goed loopt en vlekkeloos loopt. En dat er geen gezeur is en dat het snel geregeld wordt. Ik hou gewoon van, hoe ik het altijd zeg, van heel efficiënt te werk gaan. Ik kan er echt niet tegen als er vertraging komt. En al helemaal als het komt door mij. Dan word ik helemaal gek. Dan vergeet ik mezelf helemaal bij op. Maar bij aanleveren heb je dus dat alles heel traag is. Voordat je eenmaal binnen bent, duurt lang. Voordat je wordt geholpen, duurt lang. Voordat je aan de beurt bent, duurt lang. Voordat je bent geladen, duurt lang. Voordat je weer wegrijdt, duurt lang. En al die efficiency, daar kan ik gewoon niet tegen, weet je. Dan word ik gewoon gek, dan word ik chagrijnig. En ik heb altijd gezegd, daar ben ik het nog steeds mee eens. Als je je gezeur mee naar huis neemt, dan gaat er wat fout. Ik heb heel veel bedrijven altijd mijn gezeur mee naar huis genomen. Dan weet je wel dat je gaat klagen over bedrijf thuis, weet je wel. En als je merkt dat je dat doet op een bijna dagelijkse basis, dan weet je gewoon bij jezelf, oké, het is tijd om te veranderen. Want dat is niet gezond, zo te zeggen. Maar we gaan in ieder geval dus voor die nieuwe klant rijden. Vandaag is mijn eerste dagje dat ik voor hun ga rijden. En best wel spannend eigenlijk. Ik heb me net geladen, ik heb niet zo heel veel bekende koppen gezien. Maar wel een paar, alleen ja, die spreekt dan niet zoveel. Maar dat maakt ook helemaal niet uit. Voor de mensen, ik weet niet of jullie dat helemaal leuk vinden dat ik altijd zo opnoem waar we heen gaan. Maar dan neem ik jullie toch weer een beetje mee in de belevenis dan dat jullie alleen maar zien, oh, dit is klant A, oh, dit is klant B, dit is klant C, weet je wel. Dus we gaan vandaag richting Beringen. Ik heb gisteren opgezocht, dat ligt bij Venlo in de buurt. We zijn ook geladen met, 2500, 1000, 150 en 2000 kilo. Dus niet heel denderend zwaar. Maar we gaan gewoon lekker een mooie dag van maken. Het is heel regenachtig. Je hoeft maar half gas te geven. Je zit alweer een piep in de bandjes. Maar dat maakt niet uit. Want wij kunnen lekker vrachtwagen rijden. En dat is eigenlijk ook het enige wat iedereen boeit, toch? Dus let's go. Woe. En wat ik ook heel even wil zeggen is nog dat, oh, dat
dat ik het zo knap vond dat ik moest 7 uur beginnen. 7:30 reed ik weg, geladen en al papieren kant en klaar. En zo lekker kan het, zo kan het ook gaan, weet je. Ik bedoel, bij dat andere bedrijf waar ik eerst zat, dat duurde het wel minimaal 1 uur om het zo te zeggen. Maar als je pech had, 2 uur. En ja, je doet niet meer handelingen dan hier hoor. Gewoon melden, laden en rijden. Echt dus. Ja, ik heb hier laatst over gezegd, maar dat heb ik niet tegen jullie gezegd. Toen had ik het erover dat het vooral aan management ligt. Ik heb heel vaak bedrijven die zeggen, oh ja, we hebben te weinig personeel, weet je wel. Dat kan waar zijn, maar het ligt heel vaak gewoon aan de management. Dat ze gewoon niet, weet je wel, dat ze gewoon foute mensen in dienst hebben. Of dat ze fout worden aangestuurd, waardoor ze fout werken. Dat is gewoon 80% in mijn ogen wat er gebeurt in werkelijkheid. Waar ik nu ben, mag ik daadwerkelijk filmen op het terrein. Het wordt nergens aangegeven, niet bij de receptie, niet bij de poort en ook niet als je het terrein oprijdt. Dus ja, dat gaan we dan ook wel doen. Maar daarbij wil ik ook zeggen dat ik niet heel leuk zo jalalala met mijn camera ga rondlopen, want het is natuurlijk wel hun terrein. Ik bedoel, als er staat van oké, je mag filmen op het terrein, dan ben ik blij om de reden dat ik het dokken kan filmen. Want dat is natuurlijk ook heel, ja, dat is gewoon wat ik graag wil filmen. En ja, voor de rest, hoe het bedrijf eruit ziet en zo, dat vind ik een beetje, ja, weet ik niet, onrespectvol of zo. Weet je wel, ik bedoel, vanaf de buitenkant even zo naar het bedrijf, wauw, wat mooi, weet je wel, vind ik niet erg. Alleen ja, ik sta nu op hun terrein en dan vind ik het gewoon aso om zo met een camera om me heen te zwaaien en zo. Oké jongens, we zijn op zoek naar het dok 105. Dat is een groot terrein. Oké jongens, leuk kruispunt zo. We gaan hier naar links. En dit is altijd een heel druk kruispunt. Zo, gelukkig komt is het nou heel rustig eigenlijk. Kom maar 1 auto aan. Dus ja, zo. En dan gaan we lang doorsteken jongens, want die stoep die begint hier best vroeg al. En dan via de rechte lijn door laten lopen. Het heeft geen nut aan namelijk als je hem heel breed pakt en tuf richting deze stoep weer instuurt. Want de bedoeling is dat je vanuit je trailer denkt dat je trailer om die stoep heen moet. Dus je moet zorgen, ik bedoel, een trailer loopt in, altijd. Dus wat je moet proberen is dat die trailer zoveel mogelijk ruimte heeft, zodat die zo min mogelijk kan inlopen. Dus daarom
eigenlijk zoals je het moet zien, als je rotonde of bocht hebt en je ziet dat krap op, moet je altijd denken, mijn trailer moet zoveel mogelijk meter rollen, wil dit makkelijk worden. En daarom steek je hem heel lang door, want dan maak je de langste meters. Dan draai je aan de rechterkant, ga je met de stoep mee, met je band. Ja, zo pak je eigenlijk wel de meeste meters, om het zo te zeggen. Waardoor die trailer ook het meeste speling heeft voor dat soort dingen. Dus ja jongens, we zijn in ieder geval lekker gelost. We gaan ook lekker door gewoon. We gaan nu richting Ede. Dus kom je uit Ede, like de video. Zelfs daar komen we. Ik hoop dat deze auto niks geks flikt. En dat doet hij wel. Nou ja, dit kon nog net eigenlijk. Maar stel, hij was 2 seconden later gegaan. Dan had mijn auto dus een ongeluk verwacht. En dan was hij vol in de remmen gegaan. Dus ja, dat is niet heel aardig. Hier heel breed bij de stoep blijven. Deze stoep die steekt ook weer aardig uit. Hier rechtdoor. Hier ga je richting deze auto's. Maak ze maar lekker bang. En dan stuur je hem in. En dan ga je hier naar rechts knipperlicht gebruiken. Want die mensen denken dat je doordraait. Maar dat doen we niet. En zo. En dan weg. Dus ja, deze head mount die ziet er voor jullie echt grandioos uit, zover ik weet. Maar ja, voor mij is het best wel awkward op bepaalde momenten. Maar ja, daarentegen denk ik ook van, weet je wat, ik ben hier ook gewoon om jullie wat te leren en dat soort dingen. En als iemand gewoon, dan zie ik er maar een beetje gek uit soms, weet je. Ik bedoel, mensen, als ze er naar vragen, zeg ik ook gewoon van, ja, ik heb een YouTube kanaal en ik geef beginnende chauffeurs zo nu en dan eens advies en dat soort dingen. Ze snappen ze het ook wel. Ik heb gewoon een beetje beeldmateriaal nodig. Oké, even kijken. We mogen hier 80 met trackcontrole. Dus we gaan ook lekker 80. We zijn helemaal leeg. Dus nou kunnen we ook gewoon dit soort bochten met 80 nemen zonder problemen. Zo. En hou hem nu ook een klein beetje langs die witte lijn hier. Want zoals ik zeg, de trekker loopt in. Dus anders ga je echt over die lijn heen. Kijk, als ik hem nou links hou met mijn linkerkant. Zie je, dan loopt die trailer loopt naar binnen toe. Terwijl mijn trekker ja, op de lijn, naast de lijn rijdt. Maar die, in een bocht loopt de trailer naar binnen toe. Ten alle tijden. En daar moet je gewoon rekening mee houden een beetje. Je moet altijd gewoon op die manier denken van die trailer. Denk vanuit je trailer en de trailer loopt naar binnen toe. Maak zoveel mogelijk meters dat mogelijk is tijdens bochten. En zoek altijd de hoeken naar hoeken op. Dat is gewoon heel verstandig om het zo te zeggen. Kijk, nu ook. Het kan vervelend zijn als een vrachtwagenchauffeur die middelste lijn pakt. Want dat is natuurlijk mijn ideale lijn, om het zo te zeggen. Hier hetzelfde. We gaan naar links, knipperlicht aan. Snelheid minder dan 20. Je steekt hem een stukje rechtdoor. Je hoeft niet op het middelste gedeelte. Dat is echt niet nodig. Ten eerste niet altijd. Daarna pak je hem hier weer heel breed. Want zoals je ziet, we zitten al over de lijn heen. Dus nog breder. Zie je, nou zitten we binnen de lijn. Knipperlicht naar rechts aan. Want iedereen die wil dat weten. Hutsakee. En zo draai je hem dus tussen de lijnen in. En ja, ik zeg altijd van, ik zeg dat wel vaker, van hou hem gewoon tussen de lijnen. Kijk, het bekende gezegde is, de lijnen zijn voor de kleine. Alleen, als je groot bent, probeer tussen de lijnen te blijven. Want, kijk, nu ook. Je ziet dat een stoep aankomt, hou hem breed. Hier, laat hem lang doorsteken aan de linkerkant. En je komt er gewoon heel fijnloos, je komt er gewoon goed uit. En de reden waarom ik dit altijd zeg tegen jullie, is omdat, kijk, nou kan ik het lekker zien, weet je wel. Maar ja, als de zon er niet goed voor staat, als het hard regent, is het mistig, I don't know. Als je het niet kan zien, om het zo te zeggen, in je spiegels of... je moet zo haaks dat je het niet kan zien, om het zo te zeggen. Het is fijn om het als automatisme alvast te leren. Dat je altijd alle bochten probeert tussen de lijnen te houden. Want op het moment dat het er echt op aankomt, wanneer het regent of je kan niks zien. Of I don't know, je breekt een spiegel af, maar je moet wel verder, weet je wel. Bewijs van spreken, ik zeg maar wat.
dan is het fijn dat je van jezelf al geen rekening mee hoeft te houden. Van, en nu dan? Ik kan helemaal niks zien in mijn spiegel. En ga ik wel goed, dit en dat, zus en zo. Want als jij al vanaf het begin jezelf leert om elke bocht gewoon breed te pakken, dan kan je bijna nooit ongelukken maken, om het zo te zeggen. Ik bedoel, je zal nooit hebben dat je per ongeluk over iemand anders zijn weghelft heen gaat, waardoor je hun afsnijdt, om het zo te zeggen. Dat ze bijvoorbeeld zo moeten rijden, zoals hij als voorbeeld gaf. Dus ja, zorg gewoon dat je dat soort dingen echt onder de knie gaat krijgen. Want dat is uiteindelijk ook wat ze van je verwachten. En kijk, ik ben heel vaak erop aangesproken van tijdens het lessen van, hey Jack, er past nog wel een halve auto tussen, weet je wel, soms. En dan zeg ik ook van, nou ja, ik heb liever dat er een halve auto tussen past, bij wijze van spreken. Vooral omdat ik nu nog een beginner ben, dan dat ik hem te strak pak en dat die trailer over een stoep heen vliegt. Want dan zijn ze nog veel meer pissed off, om het zo te zeggen, weet je wel. Want ja, dat je over een witte lijn gaat, boeit ze niet. Maar als jij die trailer over een hele stoeprand trekt, om het zo te zeggen, ja, dat is ook voor hun materieel schade. Oké, hier gaan we dus naar links. En kijk, misschien gaat hij het doen. Hij rijdt container, dus ik denk het wel. Hij gaat hem niet recht doortrekken. Hij gaat hem sterker nog bijna heel vroeg insturen. Waardoor deze auto's die nu aankomen, die gaan dus gewoon heel klem zitten eigenlijk, om het zo te zeggen. Even kijken. Nou ja, hij wacht wel tot iedereen geweest is. Maar kijk, hij stuurt wel vroeg in, zoals je kan zien. Kijk, ik heb nou nog steeds auto's links van me. Zie je in mijn spiegel? Dus ik pak hem heel breed. Kijk mee in mijn achteruitkijkspiegel. Zie je? Ik ga wel gewoon tussen de lijnen blijven, om het zo te zeggen. Ik gaf die BMW de ruimte, zodat hij ook gewoon... Kijk, en nou is het mijn tijd. Nou ga ik links plakken op de witte lijn, omdat die BMW die moet zien, oh, hij heeft zijn ruimte nodig. Kijk, maar ik ben nou helemaal niet over de andere kant gegaan. Ik ben gewoon de trailer, denk vanuit je trailer, de trailer stond op de witte lijn. Ja? En daar moet die staan, wil je een hele mooie bocht maken. De trailer staat op de witte lijn. Mijn voorband die snijdt de witte lijn aan. En zo blijf je hier gewoon tussen de lijnen. En je gaat niet over zijn weghelft heen. Dus dat vindt hij prettig, vind ik prettig. Maar maak het duidelijk bij automobilisten. Want automobilisten die hebben die ervaring niet. Dat ze denken, in sommige bochten moet een vrachtwagen langer uitsteken. En ik begrijp ze, want ze zitten links van me. Hun kunnen de bocht niet zien hoe ik hem hier aan de rechterkant kan zien. Dus dat is heel belangrijk om te snappen. En dus bijvoorbeeld, ja, zoals ik net voordeed. Zorg dat als je naar een bocht naar links gaat, bijvoorbeeld de snelweg opdraaien of zo, dat je trailer zo staat. Gewoon zo, op de witte lijn of net aan jouw kant naast de witte lijn. Zodat die mensen hier die er aankomen rijden, die denken meteen, Jezus, wat staat hij breed. Maar ja, dan moet ik maar even opletten voor hem, weet je wel. En dat is eigenlijk wat je wil doen. Want als je dus zo gaat rijden met je trailer aan de rechterkant, om het zo te zeggen, dan denken ze, oh joh, zat ruimte joh. En dan gaan ze zo over jou helft heen, omdat ze denken, oh, hij heeft geen ruimte nodig. Maar omdat jij juist zo strak op die witte lijn hier zit, moet jij nog een meter of anderhalve meter rechtdoor steken. Anders draai je hem gelijk op de stoep. Dus ja, dat is gewoon heel belangrijk om het zo te zeggen. Kijk, op de snelweg, lekker rechts houden, tussen de lijntjes in, zoals je kan zien. Dan geef je die mensen hier ook wat ruimte. Want de mensen die je inhalen zijn heel vaak op hun telefoon, niet aan het opletten of iets in die richting. Ze zijn altijd best wel afgeleid, om het zo te zeggen. En wat ik heel vaak heb, is ik rij heel netjes zo, omdat ik weet dat er wat brokkenpiloten tussen zitten die nogal wankelen tijdens het inhalen. Maar ik heb ook soms dat gewoon een auto op mijn weghelft met zijn hele band over de witte lijn heen gaat, weet je wel. En ja, dan zit ik hartstikke bekneld. Ja, ik kan natuurlijk gewoon hier over de witte lijn, maar het is gewoon een ASO move, om het zo te zeggen. Want ja, je maakt er geen vrienden mee. Dus ja, dat gezegd te hebben. Oké, jongens, en nu rijden we opeens weer helemaal hier. We gaan richting Ede, dat heb ik net ook al gezegd. Maar
daartussenin was een stukje dat had ik gefilmd, maar dat stukje dat heb ik er niet ingelaten, want dat is voor een andere video. Omdat ik probeer tegelijkertijd meerdere video's op te nemen met wat dieper op een onderwerp in te gaan. Bijvoorbeeld, ik ben nu bezig met een video, ja, die noem ik maar nu momenteel. Ik denk dat de titel wel anders wordt, Veilig Rijden Nederland. Maar ik denk dat dat wel aangepast gaat worden naar een andere naam. Bijvoorbeeld Ideale Lijnen, CE, vrachtwagenchauffeur of zoiets. Maar in ieder geval, we gaan nu richting Ede. We gaan er even laden. En tot heden is dat een beetje de route. Zoals ik ook al heb gezegd, het is natuurlijk mijn eerste dag bij de nieuwe werkgever. En dat moeten ze me even inplannen dat ze wat meer ruimte, wat meer ritten kunnen sorteren. En ik vind het ook wel lekker, als ik heel eerlijk ben, dat mijn eerste werkdag ook lekker rustig kan beginnen, om het zo te zeggen. Dus ja jongens, ik ga heel even eten en dan ben ik zo bij jullie weer terug. Oké, jongens, ik wist al dat op Google Maps had ik al gekeken en ik wist dat ik via de foute kant kan aanrijden. Dus we gaan eerst draaien, dan gaan we hem tegen het dok aanzetten. We gaan hem hier draaien, blijft dan vooral een beetje links. Zo, dan gaan we hier naar rechts. Dan zorg dat je helemaal rechts ook wat ruimte overhoudt. Zo, en dan zet je hem als laatste in een knik. Dan stuur je hem alvast een beetje terug. En af en toe naar rechts kijken, jongens. Zo, daarna draai je hem recht, maar ook naar rechts kijken. Er staat een vrachtwagen namelijk, ik krijg hem zo wat zien. Zo. En wat ik nou ga doen, dat gaan jullie zo snappen. Ik ga nog een stukje verder. Dat je vrachtwagen hier voor mijn neus staat, zo beroerd. Dan krijgen jullie zo een beeld te zien. Ze pakken hem hier heel breed. Helemaal naar links. Een beetje laten rollen. En heel scherp naar rechts. Prachtig. En een knikje. Zo, geef jezelf veel ruimte. Je gaat het nodig hebben. Nu ook met die muur, zorg dat je scherper gaat dan dat je er losser in gaat. Ruimte nodig hebt, zoals ik nu, dan ga ik gewoon lekker een stukje naar voren. Zo. Dit is de weg waarvan jullie vandaan komt. Zoals je kan zien, het is helemaal niet heel breed. Het was er misschien
net twee vrachtwagens langs elkaar. Het is gewoon een krappe straat, maar ja, je moet hem toch hier erin draaien. En zoals je kan zien is goed gelukt. Dus ja, ze zeiden tegen mij, ga maar staan, je wordt geladen. Nou, als je geen dok hebt, denk ik toch dat ik ook wel mee moet helpen laden. Ik ga binnen even kijken, even navragen. En dan zien we dan wel wat er aan de hand is. Oké, jongens. Ik wou dit ook even laten zien, want het is allemaal hier wel bijzondere scenario's. Even kijken hoor, ik moet die trailer veel meer die andere kant op krijgen, anders ga ik die bocht nooit halen. Kijk, dat lijkt er meer op. Staat hij al iets meer links, betere afstand. Dan kan ik hem wat meer links plakken. Lang doorsteken, heel scherp. Dat je het net langs komt. Zo, aan de linkerkant blijven. Controleer ook je uitzwaai van je ding, zoals je ziet. En naar rechts gaat hij net goed binnen de lijntjes. Nou, en aangezien we in ieder geval nu heel even daar weg zijn, gaan we hier even stoppen, want ik wil heel veel bellen. Want ik kan jullie niet het CMR laten zien, maar het is heel raar in elkaar gezet. Zo. Kunnen jullie er nog langs? Zo, raam op een kiertje. Mocht er een vrachtwagen toeteren, dan kan ik horen dat hij er langs wil. Want op het CMR staat dus 8 pellen, maar ik heb er 4 geladen. Maar dan zeggen hun, ja, maar ze staan gestapeld. Maar ja, dat wordt alsnog beschouwd als 1 pellet. Dus dan hadden ze gewoon 4 pellets moeten neerzetten. Oké, jongens, nou daar rijden we nog even. Zo. Ik had hem net niet goed staan, had ik door. Excuses daarvoor. Oké, komt een auto aan. Kon je door de bosjes zien. Je komt op je bestemming aan om 15:39. En dit blijven altijd van die wegetjes waar je echt moet opletten. Ja, die pallets waren geen probleem, heb ik even doorgebeld. Hè? We twijfelen altijd even bellen, vooral bij grotere bedrijven. En ja, we gaan lekker rustig rijden, want ze zijn best wel hoog gestapeld en die stangen zijn nog steeds niet bezig binnen namelijk. Wat de fuck was dat geklapper? Ik heb geen idee. Zo even de hoogte opnieuw testen. Maar ja, in ieder geval. Dus ja, we gaan nu door naar Amsterdam, havens, zoiets. Ik weet niet of ik dat ga geloven. Kijk, dit vind ik gewoon te smal. Ik ga er niet met mijn vrachtwagen daarin. En dat soort inzicht moet je ook hebben. Als je denkt van, nou, poh, dat ziet er niet best uit. Ga er dan maar niet in, weet je. Als je ziet, nou, ik pas daar net in mijn eentje in. Ga er dan maar helemaal niet in. Dan kan je net zo goed maar gewoon even afwijken van je route. Kijk, dit is gewoon de hoofdweg, noem ik het maar. De openbare weg met heel veel ruimte voor 2 personen. Ga niet een sluwe vos wezen met al die geheime gangetjes en dingetjes. Je schiet er echt niks mee op. Dus oké, jongens, kijk, komt niks aan. En dan gaan we weer recht vooruit. Naar rechts. Zoek die hoeken hierop. Ik doe even iets voorzichtiger omdat ik nou wel best wel zwaar beladen ben. Nou, het valt wel mee, zwaar beladen. 4000. Maar ja, het zijn maar 4 pallets. Dus die 4000 zit wel helemaal voorin op je kopschot, om het zo te zeggen. Dus dan kan het al heel snel zwaarder aanvoelen. Dus ja, ik zie nu aan de overkant politie daar staan. Nou, hopen dat ze me vandaag met rust laten. En we gaan naar rechts. Ja, hier maakt het niet uit, maar ja, hetzelfde als wat ik altijd zeg. Zorg maar dat het een gewoonte wordt, zie je? Dus ik hou hem nu ook lekker links. Ook al is er niemand een baan naast, maar die naar rechts kan gaan, om het zo te zeggen.
Alleen ja, zoals ik al zeg, het moet een beetje automatisme worden. En ja, hier is echt veel ruimte. Hier, die stoep hier rechts voor is ver weg. Je hebt twee banen waar je op uit kan steken. Dus ja, je hoeft niet per... Ik bedoel, kijk, als je nou die witte lijn aan gaat houden, dan is het inderdaad heel overdreven. Maar ja, ik doe het toch. Maar kijk, hier sturen we gewoon scherper in dan dat die witte lijn aangeeft. Maar dat red je makkelijk, zoals je kan zien. Dat is oké. Dus ja. We gaan vooral rustig accelereren. Dat is juist het moment dat je zo een ruk krijgt. En dat is nog wel een moment dat dingen willen omvallen qua pallets en zo. Dus ja jongens, ik weet niet, ik denk dat deze shot best wel heel gaaf is. Omdat je echt krijgt te zien wat ik zie. Qua spiegels, waar ik heen kijk, kan je zien waar ik naartoe kijk. Dus ja, ik weet niet, deze shot vond ik best wel vet. Deze shot zou ik niet zoveel meer gaan gebruiken op de snelweg, denk ik. Maar bijvoorbeeld in de bebouwde kom, weet je wel. Of met dokken bij bepaalde moeilijke adressen is het wel heel handig. Oh, hier mag je maar 50. Zo. Daar staat weer een bord 70. Maar ja, ik ga hem nu even stoppen, want verderop gaan we toch rechts de snelweg op. Dus heel veel acties, spannende momenten komen er nu niet meer. Yo, what up mensen. Dit was weer de video. Dit is deel 1, omdat ik hem probeer in die 30 minuten te houden. Hi Celine. Ja, ik ga ook lekker naar bed. Het is vrijdag, morgen een hele belangrijke dag. En ja, ik ga lekker tukken. Dus ja, ik wil jullie bedanken voor het kijken. En dit was een goede vrachtwagen video. Ook al zeg ik het zelf, ik vind hem erg goed. De head mount met de camera werkt fantastisch. Dat ik elke hoek precies erop kan krijgen. En dat ik jullie ook heel veel informatie kan geven. Wat ik natuurlijk al als doel had toen ik begon met vrachtwagenvideo's maken. Dus ik ben er heel erg blij mee. Ik denk dat jullie er ook wel blij mee zijn. Dus zeker een goede video. Voldoet zeker aan alle verwachtingen die ik ervoor heb. Dus ja, like hem. Je kan hier abonneren. En voor de nieuwe mensen, welkom. Mijn naam is Jack. Ik maak 80% vrachtwagenvideo's. En daarnaast film ik mijn dagelijks leven. Dus ja, welkom bij de Armando fam. Ik zie jullie bij de volgende video. Mijn naam is Jack. En tot de volgende. Woo!